Je denkt misschien dat dit het einde van het verhaal is? Dat is niet zo. Dit is pas het begin. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Mademoiselle, tu es. En zij zei... Je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg... Praat Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine en daarna samen landen op Schiphol. Jij vindt jezelf heel wat, hè? Je slijmen met Laura, zodat ze je meent op de boot. Maar ik ken Laura. Die valt niet op losers zoals jij. Zij? Ja. Ze valt op jou, toch? Dat heb ik niet echt gemerkt. Gast! Laat me los! Dave, kappen man. Oh, die gast kan echt wel tegen een stootje, hoor. Weet je wat het is? Ze vindt je gewoon zielig. Succes morgen. En deze is voor mijn kleine nichtje. Jerem, dat is toch veel te duur? Jullie zijn familie. Zo rol ik. Futon is toch met dubbel T? Phyllis. Hou gewoon op. Ik zeg toch niks? Ik ben gewoon geïnteresseerd in spelling. Je moeder zei al dat je slim was. Mm-hmm. En je bent ook heel knap geworden. Wat heerlijk. Heerlijk dat je er bent. En om dat te vieren ga ik morgen kufte voor je maken. Oh, de kufte van tante Arzo. Ik verheug me er nu al op. We gaan je flink verwennen, lieve schat. En Phyllis helpt je met alles. Hé, hey, dit is mijn oude moeder. Zie je nou wel. Ja. Hij valt toch best mee? Oh! Hij doet het niet meer. Ah, Jok wel. Jok wel. Doet je kudde hiermee? Nee, het is over. Stefanie. Het spijt me echt heel erg. Waarom? Ik heb toch een beetje het gevoel dat dit mijn schuld is. Nee. Je had gelijk, Maud. Het is stom om iets te doen wat je eigenlijk niet wilt. En hoe lullig het ook is... Het is goed. Ook voor Stef. Dus toch een hippie met een gitaar in een Volkswagenbusje. Ja. Ik ben bang voor wel, ja. Hey, waar blijven jullie nou? Er wordt hier heel hard gedanst, hoor. Je bent volwassener dan je denkt. Weet je dat? Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan naar Portugal, man. Melanie heeft 4 kaartjes geregeld voor het festival. Melanie of jij? Heb jij het geld gestolen? Ja, zoveel was het niet. Het was een reis naar Portugal en 4 kaartjes voor het festival. Dat kan je niet maken, man. Gast, je leeft maar 1 keer en nu heb ik ook iets voor jou. Ja, Ryan vond onze financiële handeling niet tof, dus hij gaat niet mee. Ik ook niet. Geld stelen is niet cool. Luister, bro. Je kunt nu heel principieel gaan doen en naar binnen gaan en vakken blijven vullen en hopen dat die chick je ooit terugbelt.
Of je gaat niet met ons mee. Kies maar. Het schijnt heel lekker weer te zijn in Portugal. Ja, mee. Kom op, man. Kom op, man. Wat vet. Stap in. Let's go, party. We gaan nu. Instappen. Je denkt misschien dat dit het einde van het verhaal is? Dat is niet zo. Dit is pas het begin.